We zijn te gast bij repetitie van het interkerkelijk koor Harderwijk. Adriaan Bruining, yes. Dirigent. Ja. Jij weet hier alles van. Nou, van het koor ben ik sinds september vorig jaar dirigent. Maar we hebben als uitdaging met het koor om in 18 november dit jaar een groot oratorium uit te voeren van Jozef. Wat is dat in het kort? Een oratorium is eigenlijk een heel groot muziekstuk. Wat ongeveer 3 kwartier tot 1 uur duurt. Waarbij het verhaal, een verhaal, meestal een bijbelverhaal of iets anders, wordt verteld met muziek en een verteller. En het is iets anders dan bij een opera. Bij een opera heb je ook nog kostuums en heb je ook nog decorstukken en dat soort zaken. En dat is bij een oratorium niet. Het is eigenlijk heel sober, maar de muziek en de tekst, die moeten het maken. Het koor gaat het aankleden als het ware. Juist, ja. Het koor zingt dan de muziek, zeg maar. De muziek wordt gespeeld door een orkest. Een groot orkest komt er. Met daarbij het koor, die zingt dan de liederen. Solisten, onder andere een Jozef. Iemand die de Jozef-rol op zich neemt. En daarnaast heb je ook een verteller. Iemand die het verhaal vertelt. En met elkaar noemen we dat een oratorium. Nou, heel mooi, heel duidelijk. Zoeken jullie nog mensen voor dit koor, om dit koor groter te maken? Nou, dit koor is inderdaad een leuk koor met rond de 50 leden. Maar zo'n groot oratorium, dan moet je best wel wat volume hebben als koor ook. En wij willen heel graag daarvoor groeien. En daarvoor zoeken wij projectleden. En leden die het leuk vinden om het oratorium Jozef met ons uit te voeren. Dus dan stroom je eigenlijk in dit project. Yes. En dan doe je de 18e mee met de voorstelling. Dat klopt, ook in deze prachtige kerk. En we hebben een x-aantal repetities gepland waarbij we alleen met het oratorium bezig gaan. Waarbij de mensen dus echt helemaal voorbereid worden om die oratorium mee te kunnen zingen in het koor. En met uitvoering op 18 november, dat klopt. Je kan dat gewoon doen naast je eigen koor. Je kan hier gewoon inspringen om mee te doen en te oefenen. Ja, dat kan. Dat is geen probleem. Dat is helemaal niet een belemmering of zo dat je bij een ander koor zit. Het is natuurlijk wel zo dat jouw koor niet op de dinsdagavond moet repeteren. Want dan heb je wel een uitdaging om dat uit te leggen bij je eigen koor. Maar stel dat je op donderdagavond of dinsdagavond natuurlijk vrij bent. Dan staat het vrij natuurlijk. En heel graag welkom bij het interkerkkoor om mee te doen met Jozef. Waar kunnen ze zich melden? Ze kunnen zich melden bij Gerrit Reuvers, de secretaris. En dat kan ook via de website www.ikharderwijk.nl. En daar kunt u alles vinden en informatie van de secretaris. En wanneer is de uitvoering? Is daar al wat definitief over bekend? Datum en het datum wel, en maar de tijd? Tijd ook. De uitvoering is op zaterdag 18 november om 8 uur in de Plantagekerk in Harderwijk.